merk jij aan het succes van Algappels? Nou, ik word vaak herkend in de kroeg of op straat. En dan is het eigenlijk altijd een hele positieve reactie. Ik heb eigenlijk nog nooit iets negatiefs over Oogappels gehoord. Ik ben Vera de Vries en ik speel Pip Zwagerman in Oogappels. En ik sta hier met Wil Koopman, onze lieve regisseuse. Hoe bereid je je voor op een draaidag? Echt al maanden geleden heb ik alles al bedacht qua shots. En dan doe ik eigenlijk de avond ervoor, lees ik alle scènes, kijk of alles klopt, of alles nog steeds zo is. Ik verander ook dingen weer, omdat ik denk, nee, stom shots of niet leuk. Dus dat duurt ongeveer een uur, anderhalf uur en dan stop ik. Zou je eens willen uitleggen wat je nou precies als regisseur doet? Er is een heel goed scenario geschreven en dat probeer je te vangen in beelden. En die beelden, dat kan je niet alleen, heb je acteurs bij nodig, zoals jij, die zeg maar dat gevoel van die scène verwoorden. En dat probeer ik dan met beelden te doen en te begrijpen wat de schrijvers bedoelden toen ze het schreven. En wat ik vind dat de scène moet inhouden en dat probeer ik dan zo goed mogelijk door acteurs te laten spelen. Wil je dat de acteurs zich heel strikt aan het script houden of geef je ze daar ook een beetje vrijheid in met improvisatie? Of? Ik vind het script wel de leidraad, omdat het eigenlijk gewoon altijd goed geschreven is, vind ik. Maar als men zegt, ik zeg het niet zo, hè, wat jij ook al zegt, ik zou het anders zeggen. En het heeft wel dus hetzelfde effect, dus dan vind ik het prima. Wat heb je nou voornamelijk gemerkt aan het succes van Oogappels? Dat het ongelooflijk moeilijk is om het te gaan maken, omdat je steeds beter en beter wil. En omdat het ook best op je drukt als het zo'n succes is. Maar dat het echt ontzettend geweldig is om mee te maken. En dat iedereen zo enthousiast is. En dat maak je echt weinig mee hoor in je carrière. En dat is heel erg leuk. En wat merk jij aan het succes van Algappels? Nou, ik word vaak herkend in de kroeg of op straat. En dan is het eigenlijk altijd een hele positieve reactie. Ik heb eigenlijk nog nooit iets negatiefs over Oogappels gehoord. Maar altijd positief. Ook alles wat ik op social media zie, alles is positief. Ja. Dus dat is wel een fijn gevoel. Dan is het wel eens van oké, ik doe dus wel iets tofs, zeg maar. Best wel vaak aan het einde van de scène duurt het even voordat je stop zegt. Dan laat je ons een beetje doorspelen. Er komen altijd wel leuke dingen uit dat je denkt, oh wacht, dat ga ik toch gebruiken in de montage. Dus het is altijd om te kijken wat er nog meer zou kunnen zitten aan het einde van zo'n scène. En dat levert vaak veel op. Moet je dan na het draaien nog heel veel doen in de montagekamer? Nou, wat er goed aan is dat de editor heel goed de karakters kent en de situaties kent. Dus die is nu al bezig. Dus de afleveringen vallen echt al een beetje helemaal in elkaar. Dus als ik kom, dan zie ik al bijna een klare aflevering. Nou, dankjewel voor dit leuke gesprek. En dank jij voor je prachtige rol. Dat vind ik echt dat je het heel goed doet. Dankjewel. Yes. We moeten repeteren, jongens, want we moeten door, anders wordt het donker. Ja, we zijn nu een paar maanden verder en ik zit hier met Jozef in de montage. En we zijn aan het editen wat we een tijdje terug allemaal hebben gefilmd. Kan je mij uitleggen wat ik hier eigenlijk allemaal zie? Momenteel ben ik bezig met een scène voor aflevering 6. En voor je zie je scène 629. En die is opgebouwd uit drie sleets. Waarvan de eerste sleet 3 takes heeft, de tweede 1 take en de laatste sleet heeft 5 takes. Vaak is bij Wil de laatste take het best. En als ik daar niet zeker van ben, dan zie ik hier nog comments achter de shots. Afgebroken bloopers staat hier bijvoorbeeld. Dus ja, daar heb ik misschien wel wat aan, maar tot de bloopen. En hoe ga je nou te werk? Want wij volgen natuurlijk met draaien het script, maar niet helemaal op de juiste volgorde. Hoe weet je nou welke scène als eerste komt en welke daarna? Uiteraard het script ernaast houden en ook al komen de scènes random binnen, ik monteer ze gewoon allemaal weg. En als ik een scène af heb, gooi ik hem in een totaal tijdlijn, noem ik dat altijd, in mijn project. En totdat die compleet is. En dan ga ik pas kijken naar overgangen en dergelijke en leg ik muziek aan. En ga ik een soort van met een bepaalde ratio en technische blik door het materiaal heen, maar eigenlijk aanvankelijk alles op gevoel. Hoe beslis je nou welke muziek je voor welke scène gebruikt? Ook dat is een gevalletje van gevoel. Natuurlijk heb ik een hele bibliotheek aan muziek. Vaak dan als het dramatisch is, dan ben je natuurlijk op zoek naar een soort van mineur. Dus dan ga ik allemaal mineurtracks af. Als iemand bijvoorbeeld schrikt of zo, dan wil je
een accent hebben met een piano of een gitaartje of whatever. Maar als iets langzaam begint te broeien of zo, dan wil je ook gewoon dat het langzaam binnenkomt. Toen ik een laatste gesprek met hem had, 2 dagen voor zijn dood, toen zei hij volkomen tevreden dat alles prima deluxe was. Wat maakt het monteren van Oogappels nou anders dan het editen van andere dramaseries? Ik denk dat dat te maken heeft met het format. Laat ik het zo zeggen, in seizoen 1 toen was ik in eerste instantie alle scènes aan het wegtikken, om het zo maar te zeggen. En toen kwamen vrij laat die scènes van de grootouders binnen. En dat maakte het voor mij heel anders. Toen, ik weet nog dat ik Will aan de lijn had destijds en dat ik toen zei van ja, nu komt het echt tot leven. En ik denk dat dat ook gewoon echt de kracht van Oogappels is, ook binnen de montage, dat je steeds een soort van momentje krijgt om dingen in perspectief te plaatsen door die grootouders. En we hebben als stijl destijds ook gekozen om dingen soms net iets langer te laten staan, waardoor het hier en daar wat meer gaat wringen. En we hebben heel erg mee geëxperimenteerd en dat is uiteindelijk als stijl overeind gebleven. En dat maakt het voor mij ook leuk om te kijken waar we die momenten kunnen plaatsen. Dus waar kunnen we net iets meer tijd nemen om dingen te laten landen. Je hebt alle 5 seizoenen gemonteerd. Wat houdt het nou leuk om dat telkens te blijven doen? Je zou kunnen denken dat het wat minder leuk wordt of misschien wel wat saai wordt, maar de ontwikkeling die de karakters doormaken en dat je ook gaandeweg soort van gaat houden van bepaalde karakters. Want ik zit nu met jou te praten, maar ik heb het gevoel alsof ik je ken. Zeg maar. En dat heb je dus gewoon bijna met iedereen die voorbij komt. En omdat die personen ook gewoon al 5 jaar lang allerlei ontwikkelingen doormaken en die ook boeiend zijn, ja, dat houdt het echt leuk voor mij. Nou ja, er zijn soms best wel heftige momenten, emotionele momenten in de serie. Heb je nou wel eens tijdens het editen dat je zelf ook geraakt wordt door iets, dat je emotioneel wordt voor iets? Of ben je dan zo gefocust dat je daar geen last van hebt? Juist wel. Ik haal het niet voor niks aan. Bij mij speelt het ja, gros om gevoel. Aflevering 10, die scènes, die beginscène, zeg maar de eerste 5 à 10 minuten, die heb ik een tijd terug al gemonteerd. En ik ben nu bezig met aflevering 10 en die ging ik terugkijken. En toen schoot ik zelf gewoon vol. En je weet wat er gaat komen en je weet welk nummer je hebt gebruikt. En je weet wat. Maar toch doet het me echt wel wat.